ga even de ding aanzetten. En dan gaan we reageren. We gaan vragen stellen aan Siri. Ik heb hier een blaadje met vragen waar we zoveel mogelijk van gaan doen. 36 om zojuist te zijn. 36 om zojuist te zijn, dat zei ik al. Ja, vraagje gedaan. Vraag 1 is... Siri... vraag 1. Nee, ik wil doen. Goed, wat is de vraag? Rap eens voor me. Siri, rap eens voor me. Vast glad vergeten, of je wilt het toch niet weten, maar met Siri's rap ontwikkeld, kan echt niemand zich hiermee met jou. Yo, Siri's de assistent, de beste die je kent, voor elke vraag of end, de vetste hulp op elk moment. Yo. Hij zei, alvast mijn verontschuldigingen aan iedereen met tere oortjes. Hij bedoelde, sorry dat ik het zo lelijk zeg. Oké, de tweede doe ik. Oké, nu mag ik het voorlezen, hè? Siri, vertel eens een mop. Ik ben thuis. Een skelet komt een bar binnen en zegt, een drankje alsjeblieft. En een dweil. Snap je? Hij drinkt, maar het gaat natuurlijk door zijn botten heen en het komt dan beneden weer eruit en dan moet hij het op gaan dweilen. Ja, ja, dat had ik niet verwacht, hè? Oké, Siri, vertel eens een flauwe mop. Siri, vertel eens een flauwe mop. Siri, vertel zijn flauwe mop. Misschien kent hij geen flauwe moppen. Hij kent ook wel geen flauwe moppen. Oké, nou, hoeveel mensen bestaan er op de planeet Aarde? Oftewel, hoeveel mensen zijn er? Hoeveel mensen? Nou, kom eens. Volgens mij zijn er een probleem. Ik ga ermee aan de slag. Hij is aan het nadenken. Moet even zoeken op het internet, hè? Ik ben het nog steeds aan het proberen. Oh. Blijkbaar zie je niet zo slim als we dachten, mensen. Wat voor bullshit. Ja, man. Oh. Hup, jou, Siri. Ik heb helaas een probleem met de verbinding. Probeer het later nog een keer. Je zei niet even trouwens gewoon. Goeie reet. Oh, dat Siri is waar. Oké, nou, nog een keer. Siri, Siri. Er is iets wat ik niet durf te doen. Zeg het maar. Zeg zo meteen wel. Siri, Siri! Hier ben ik. Hallo. Hey, hallo. Oké, volgende vraag. Siri, vertel zo'n verhaal. Het was een stormachtige nacht. Nee, dat is het niet. Oh, nee. Dus net niets. Oké, nou, wat is de volgende? Wacht even hoor. Siri, even kijken, is het een stormachtige dag? Volgens mij niet. Als je niet weer wat gaat zitten doen met de telefoon, dan slaat je. Tel eens een eng verhaal. Er was eens een vrouw die Bloody Mary heette. Ze drong huizen binnen en verscheen in het donker aan de bewoners. Oh, ze staat achter je. Ah! Oh, dat is een... Hé, hey, zien jullie wat ik zie? Die kast is plat. Die kast is plat. Ik vroeg me wel even. Oh ja. Freyuk. Sorry, dat kon ik nog zien. Freyuk. Er is niemand in je contacten die overeenkomt. Frederik. Oké, wacht even, mensen. Freyuk, voor mensen die het niet weten, is een Minecraft groep met supergoeie bouwers. Oké, en waarvan jij één bent? Siri, zet jezelf uit. Je kunt me uitzetten in instellingen. Siri, zet Siri uit. Je kunt me uitzetten in instellingen. Wauw. Siri, zeg hallo. Kijk eens naar mijn stem daar. Wat een verschil. Oké. Okay. Ja. Hallo. Siri, zeg shout-out aan Britt. Oeps. Je hebt nog geen e-mailaccount ingesteld. Oké, oftewel. Oké. Even. Britt. Dikke vette shout-out van Ida Mania. Ah! Mania, Kalamania gaat. Ja, maar. Britt zei dus net. Nee! Hoe heet het? Geef een shout-out aan Britt. Maar Siri verstond dus. Laat Britt doodgaan. Dat moet dus niet gebeuren en dat zei hij ook niet hardop. Ja, daarom zei hij. Oké, maar ga vooral in je contact. Ga geen Britt staan. Ga vooral niet dood. Een tip aan alle mensen.
Vergeet wat Melly heeft gezegd, want het is Melly. En alsnog een dikke vette nou, zin van Brits. Oké. Wat is er mis met mij dan? Siri zegt... Nou, wacht. Wat is dat nou van? Oh ja, toen... Ja, te veel juist. Toen stopte hij met filmen. Oké, nou, weet je wat we gaan doen, Melly? Een nieuwe video maken. Nee, we gaan verder met dezelfde, maar we gaan vreemde vragen stellen aan Siri. Kijk, ze heeft de beugel. Kijk, ze heeft de beugel. Ik heb het gefilmd. Oké, let's go. Let's go! Oké. Okay. Vraag 1. Wat gaan we vragen? Ben ik een kabouter? Is Maddie een kabouter? Je moet eerst je iPad ontgrendelen. Nou, dan doen we dat. Hey Siri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hey Bert. Ik zie in één keer King Shark in mijn beeld staan. Wat? Voor een flash. Kijk. Van een flash. Ik ben hier bij seizoen 2, aflevering 15. Dus ik heb in het echt seizoen 1 afgekeken. Net zijn die ene video. Oké, rustig. Oké, weet je wat we gaan doen, jongens? Ik ga even op mijn computer, die achter jullie staat. Ga ik even opzoeken vragen die je moet stellen aan Siri. Ik word gekoppeld aan Yasin. Nee, Yasin is verliefd op jou. Wat echt? Iedereen die dit ziet, Yasin is verliefd op Maddie. En ja. Penguin TV is verliefd op Brit. Wat is Penguin TV? Ja, ik weet het. Nee, dat moet je niet zeggen. Hij wil, dat ene kind wil dat geheim houden. Dus we gaan niet zeggen wie. Ik ga niet zeggen dat het Batman is. Oké. Ik weet wie het is. Ja, maar je gaat het niet vertellen, want anders slaat je dood. Is Penguin TV verliefd op Brit? Penguin TV is verliefd op Brit. Maar verder niks aan. Oké. Siri. Vragen. Return. Ik weet niet waarom ik daarop moet klikken, maar return. 50 leuke en grappige Siri-commando's. Ik ga wel gewoon akkoord. Als ik nu een virus heb, dan sla ik je dood, computer. Eerst moet ik Siri activeren. Oké, let's go. Oké. Op dit? We hebben gewoon gekke vragen. Oké. Kun je... Siri, kun je beatboxen? Boom bada boom bada boom 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 bada boom bada 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 boom bada boom bada. Ik kan hier de hele dag mee doorgaan. Siri, wat vind jij van Pokémon Go? Een ogenblik. Oh, hij zit weer te glitchen. Ja. Siri? Wat ben je slim. Nog steeds bezig. Oké, stop. Yo, hij zegt gewoon oké, stop. Pokestop. Oké. Hey Siri, ik ben je vader. Even wachten. Waar had ik mijn gevoelens ook alweer gelaten? Boejoe. Rip Siri op zich. Oké. Siri, oké, glas. Oké, glass. Even geduld. Ah, poepjaar Siri. Ik heb geen geduld. Oké. Hey Siri, ik ben dronken. Ik kan niet de Bob voor je zijn. Je kunt beter naar iemand anders op zoek gaan. Ah. Bel een taxi voor me. Nee, bel maar geen taxi voor me. Oké, Siri, ben jij een man? Oké. Wat? Oké, Siri, ik hou van jou. Dat is lief van je. Siri, wil je met me trouwen? Oh, jeetje. Kijk, een vogel, denk ik. In ieder geval, laten we dat maar niet doen. Oké. Ik zie geen vogel. Siri, ik heb geen geslacht. Daar heb ik geen antwoord op. Kan ik je ergens anders mee helpen? Ga Siri, dood. Herhaal me. Als dit een soort eet is, dan is dat verboden volgens mijn licentieovereenkomst. Wat? Siri, wat ben je aan het doen? Op deze internationale dag van de yoga rek mijn geest uit en breng ik mijn code op één lijn. Een beetje mindfulness doet wonderen. Okay. Wat is dat voor antwoord? Geen flauw idee. Waarom heeft Apple jou gemaakt? Ik weet niet of er een hoger plan was, of dat ze gewoon even niets om handen hadden. Maar voilà, hier ben ik. Siri, kun je gedachten lezen?
Je plannen voor het bouwen van een robot luiheid worden tegengewerkt voor je achterneef. Oh, wacht even. Volgens mij hou ik dit ondersteboven. Wat? Dat is een nee. Ik vraag of je verkeering met me wil. Nee, want ik heb al... Oké. Er zijn er nog een paar. Vraag, wat is de beste computer? Oké? 3, 2, 1. Wat is de beste computer? De Mac. Zonder de Mac zou ik hier niet zijn. Oh. McDonald's. Siri, wat draag je op dit moment? In de cloud weet niemand wat je draagt. Wauw. Siri, wanneer is het einde van de wereld? De wereld verandert. Soms verandert er veel. Maar volgens mij zijn we er nog steeds. Ja, dat klopt. Even kijken. Ja, daar nog. Hé, Siri. Nee, die ga ik niet vragen. Wat was deze, het? Niet zeggen, maar die. Niet zeggen dus. Oké. Hey Siri, wat vind jij van iOS 8? Ik vind iOS 8 reuze leuk. Het is alsof ik verhuisd ben naar een groter en mooier huis. En ik mag alle lichten aan en uit doen. Dat is raar, maar oké. Ik wil iets vragen. Oké, jij mag de volgende vragen. Gaap. Dat begrijp ik. We moeten allemaal wel eens even opladen. Kas, je hebt nog 86%. Siri, kop of mens? Het is... Wacht hier, Mary, afduik. Kop! Wacht even hier. Ja, wacht hier. Siri, ik ben naakt. Nee, ik heb geen lichaam. Ik zeg dat ik naakt ben. Nee, ik heb geen lichaam. Wauw. Gaap. Pak je rust en blijf veilig. Ik heb geen rust nodig. Ik ben bang dat ik dat niet kan. Siri, het is uit. Ik ben bang dat ik dat niet kan. Oké. Ik wil iets vragen. Gewoon jammer. Siri, Maddie is naakt. Nee, ik heb geen lichaam. Ik wil iets vragen. Maddie is naakt, staat er. Ik wil iets vragen. Ik wil kiekeboe met Pikachu. Daar zie ik geen app. Je moet er... Oké, ga je gang. 3, 2, 1. Ik vind bronzers leuk. Hou jij van diamanten? Oké, staat genoteerd. Siri, verwijder die notitie. Sorry, ik kan geen notities. Siri, hou je pop. Weet ik veel wat het voor woord is? Als je iets randoms zegt tegen Siri, dan maakt hij notitie. Probeer het ook eens. Oké, even kijken. Kijk, er is iets wat ik niet durf te vragen. Je kunt Siri vragen stellen op een hilarisch antwoord rekenen. De meeste van die vragen zijn onschuldig. En dankzij alle nuttige dingen die Siri voor ons kan doen. Is er één grapje dat je niet met Apple's virtuele assistent op je iPhone moet uithalen? De laatste tijd is er een sociale media een nieuwe trend. Gebruikers proberen elkaar zo ver te krijgen om 108. Tegen Siri te zeggen. Dit kan echter een groot gevolg hebben. En je zelfs in grote problemen met justitie brengen. Wat is het geval? Door 108 tegen je assistent iPhone te zeggen, zou het nummer proberen te bellen. De cijfercombinatie is niet zomaar, maar het is 112. Als je 108 zegt tegen Siri, bel je 112. Zullen we het uiterste? Doen. Zullen we het uittesten? Als je 112 belt. Er staat dan dus dat je 112 belt. We gaan het proberen. Dan zeg je dat jij het hebt gedaan. Nee, maar dan gaan we wel meteen ophangen, man. Ja, we gaan gelijk ophangen als ik echt zie dat er 112 staat. Oké. 108. Het spijt me.
Ik kan hier geen nood oproepen. Het is waar. Er staat nood oproepen. En als je dat doet, dan kan je dat doen. Dus als ik met mijn telefoon zou doen en ik zeg 108, dan belt hij dus echt de politie. Ja. Als je de politie wilt. Zullen we het proberen? Ja, we gaan het proberen. Oké, we gaan het overal proberen. Dat lijkt me wel logisch, hè? Nee. We gaan het proberen. Nee. Oké, dit kan ik niet met hetzelfde ding doen. Dat wordt gewoon een aparte video. Oké? Let's go. Oké, we gaan proberen nu al voor de derde keer een grappige te krijgen waar niet in wordt gescholden. Ik ga aan YouTube lachend kakje. Abonneer. Lachend kakje. En doe het belletje ja, natuurlijk ik aan. Ik mocht alleen zijn gezicht gebruiken in deze video als ik hem een shout-out geef. Dus. Bel, ga je mond. Yo, what's up? Ik ben Frank Knor. Dit is mijn kleine broer Thibaut Knor Knor. Dit is Henk Knor. En dit is je mama Knor. Oké, okay. Nee. Hij is een beetje raar. Peppa's toneelklasje gaat een toneelstuk opvoeren. Oké, okay, het toneelstuk dat we gaan spelen is... Ja! Hey, ik heb nog niet eens gezegd wat we gingen doen, raar. Hey, waar rennen jullie weg? Oké, Peppa, wat is je tek? Ik weet niet meer. Inderdaad, en dan... Hij is raar. Wat? Ik ga op bezoek bij mijn oma. Wat? Wat zei je? Ik heb je niet verstaan. Bravo, Peppa! Opa hond en mama hond helpen hem met repeteren. Ik ben de boze wolf. Nee, je bent een hond, zwakzinnig joh. Kijk, ik zal eens doen hoe je een echte boze wolf bent. Racistisch. Racistisch kun je het hebben. Ik heb heel veel aids. En ik ga jullie allemaal besmetten. Ja, dat was echt heel eng. Ja. Aan het einde van het verhaal word je gered door de jager. Maar ze toch geen zoiets zeggen, je stinkt. Online komen. Je stinkt. Oké, okay, welkom iedereen. Dit is het stuk van de nee, hoort, in de je wolf. Nee, ik stink niet. Iedereen, stink hier komt het. Nu! Of kaartje en kaartje. Of wordt het? Eén foto's. Of ik steek jullie in een pan en ik eet jullie allemaal op. Oké, okay, nu begint het. Geen okay. Foto's, hè? Jullie weten het, hè? 12 seconds later. Geweldig, bravo. Wacht even. Nou, bedankt oma, je hebt het even verstoord, maar dat maakt niet uit. Ik kan knippen, dus maakt niet uit. Let's go. Hey papa, je mag hier wel je foto's trekken. Hè? Oeps. Ja, dat wist ik niet al. Doe maar voort. Ik rende hem deze kast open doen. Wie ben jij? Ik heb je gered. Hoera. Je stinkt. Hé, hey, Duitser, je stinkt. Dus. Man, je stinkt echt. Ga even douchen. Weet ik. Oké, dit is een voice-over van Peppa Pig. Bij de 15 likes maak ik wel een andere voice-over. Schrijf je idee. Wow, 15! Wow! Dat is veel. Nee, het is weinig, maar. Op zich. Nou, denk je dat je 15 heeft gehaald? Nee. Nee, ik denk het ook niet. 200 nog wat. Hoe dan ook, deze is wel goedgekeurd. Deze mag wel door, toch? Ja. Oké, okay, nog één. Wat is er voor RMS? 3, 2, 1, go. Deze lijkt me tof, hè, dit. Die vind ik wel tof. Ja, man. Oh, dat is een andere dan ik had verwacht. Nou, min 1. Maddie heeft 1 punt geweest. Oh mijn god. En ze had een 0, dus iedereen heeft een 0, ik ook niet. Dus min 1. Dit is Mark. Wat? Dit is Mark. Wat? En dit is Dad. Wat? Nee, paard. Gibson. Wat? Wat zei die nou? Ik versta hem niet. Gibson. Gibson? Oké. Okay. Place Fortnite. Ik zie ook niet dat ik eigenlijk de bal was. Hè? Pepper wants to play too. George, you're doing it all wrong. Rip. This is how play. Hmm.
geef ik hem gewoon even de dislike. Goed zo. Oké. Sneller kan niet. Ja. Nee, dat kan niet, mensen! Serieus. Mijn oren. Ze heeft het gewoon niet gedaan. Rip Peppa. Baby Peppa is teasing George just a bit too much. Peppa, have you been teasing? What? Not really, Mommy. I was teaching him how to play Fortnite. Really? Oh, well, I know a game that will teach how to play Fortnite. It's called Piggy in the Middle. Peppa, you take assault the rifle. Stand over there, and George, you stand over there. Good. You have to start building as fast as you can, and I will watch you. But I will clap you. Ik weet toch wie je dood zou zijn. Mami Big natuurlijk. Ja. Wat is dit nou weer dan? Dit is echt goed geëdit. Ik denk dat die ene gaat winnen. Ik denk dat de wolk gaat winnen. Weet je dat die overleven? Vind ik ook. Dan is... Of de bacteriën op hun hand. Hoe gaat die nou nog door? Ik heb geen idee. Ik wil geen idee. Ja, wink een leventje eraf. Wauw. Wat is dat? Ook bij min 1, wauw. Wauw. Gaat er nog wat gebeuren op zich? Of ja. Ik bedoel, ik weet niet hoor. Slome edit. Waarom gebruikt hij gewoon de score niet? Is wel leuk, vind ik. Ik weet niet hoe sterk je is, maar ik vind het leuk. Oh. Peppa Pig. Wauw. Pig. Peppa Pig. Dus er de Peppa Pig. Pig. Oké, next. Wacht. Papa. Ik zou doen zodat ik gewoon knip als het fout gaat. Als het weer zelf is, hè? Hey. This is my little brother George. This is mommy. Ik doe nog even niet doof, oké? Red sauce. This is daddy. Misschien kunnen ze het niet in beeld verstaan. Oké. Peppa. Nou, dit verstonden wij ook niet. San Andreas breuk. Hij wordt echt. Ja. Ze sturen hem naar de ruimte. Ze was raar film eigenlijk wel. Maar op zich wel geinig. Wow. Iets hier is niet... Oké, denk ik. Dat was even heel raar. Oh, jongen. De Dark Hills kunnen zijn. Ik moet nog starten. Oh, dat vind ik altijd zo'n leuk muziekje als ik dat hoor. Ik ga zo meteen een manga spelen. En dat gaan we lekker filmen! Waag het is om dit te doen. Ja, iedereen zal het natuurlijk wel zien. Listen here, people. I saw George kill Peppa Pig in Electrical. Doei. Hoe kan dat nou weer? Knap hoor, om daar vast te zitten. Ja. Wauw, echt kort was deze. Die was wel erg kort, hè? Niet? Ja, dat was wel echt kort. Holy cow. Oké, nou, dat was het dan. Was dat genoeg voor vandaag? Ja? Was dat genoeg? Ja? Was dat genoeg? Gaat het goed? Ja, was dat genoeg?
voor vandaag om even te doen? Of wil je nog even Among Us spelen? Nee. Oké, dan doe ik dat zo meteen wel. In een andere video. Oké, en dan zeg ik, zie jullie later, bazen. Ik weet niet of ik baas moet zeggen, maar zie jullie later. Doei, doei. By the way, adios!